iedereen, vandaag hebben we een nieuwe video voor jullie en het is een beetje wat anders dan wat we normaal doen. We zien namelijk wel eens de make-up en of opmaken en kletsvideo's voorbij komen en die vinden we zelf ook altijd heel gezellig om te kijken. Maar we dachten, we doen het even net iets anders. Dit wordt een do-it-yourself en kletsvideo. Ja, we hebben namelijk al een tijdje een hele makkelijke DIY op de planning staan en we dachten, voor een complete DIY video is het niet heel erg spannend. Ja. Dus we kunnen hem dan makkelijk hierin verwerken en we hadden onze make-up ook al gedaan. Ja, we hebben wat leuke dingetjes om over te kletsen en die we aan jullie kunnen vertellen. En ik had ook nog op mijn Instagram-account om wat vragen gesteld. Dus het is ook nog gelijk een soort van Q&A. Dus laten we gewoon vooral beginnen. Nou, de douche zelf die we vandaag gaan doen is het recyclen, upcyclen en het maken van kaarsen die gemaakt zijn van kaarsen. Misschien weet je nog wel, een tijdje geleden had ik een AliExpress shoplog opgenomen en daar had ik van die hele speciale houten lonten geshopt. Dat zijn deze met deze houdertjes. Die zijn heel erg leuk om te gaan gebruiken voor een kaars. Dus daar hebben we een heel zakje van. Deze tijd is het gewoon lekker om kaarsen te doen, te branden. Ja. Dus het leek me perfect. En ik heb even gewoon in mijn kast gekeken. Ik heb super veel kaarsen die ik of niet gebruik of ze zijn opgebrand. Maar dan zit er nog zeg maar best wel wat kaarsvet in. En dat is zonde om gewoon zomaar weg te gooien. Ja, dus die gaan we omsmelten en dan gaan we gewoon nieuwe kaarsjes maken. En dit zijn dus van die speciale lontjes die gaan knetteren. Als een soort van houtvuurtje. Ja, super vet. Verder had ik op aanraden van Tara wat potjes met kaarsvet dat dus zeg maar oud is in de vriezer gedaan, zodat ik het straks makkelijk eruit kan gaan halen. Dus ja, ik denk dat het tijd is om die erbij te gaan pakken. Ja, ik ga hem naar de vriezer toe. Ze zijn goed bevroren, zo te zien. Ja, ze zijn heel goed bevroren. Volgens mij staat het heel. Moet wel een beetje snel werken. Je kan namelijk heel makkelijk kaarsvet gewoon smelten en eruit halen. Maar ik had een keertje ontdekt dat als je ze invriest en dan het zo, kijk, opensnijdt. Kijk hoor, dan wip je het er zo uit. Oh, hier. Kijk, zie je? Dat is helemaal schoon. Ik had eigenlijk ook beter even een mes kunnen pakken. Deze haal ik er gewoon letterlijk helemaal uit. Oh ja, heel mooi. Hij ziet wel helemaal los. Ik kan hem zeg maar bijna draaien, maar... Nou, de eerste vraag die mij gesteld werd was... Wat is de naam geworden van je alpaca? En het is José geworden. Ik zag die comment en ik dacht meteen, ja, yes, die is lekker. Die vond ik echt heel erg leuk. Al vond ik Paco ook wel heel erg leuk. Ja, inderdaad. Maar ik zag inderdaad José en toen was het, ja, natuurlijk inderdaad. Hoe moet hij zo heten? Laatst was bij Tara thuis en toen heb ik ook José eventjes geaaid. Het is net alsof je een huisdier hebt, hè? En dat was echt wel zo lief. Hetzelfde met deze. Nee. Oh ja, het voordeel trouwens wat is ook... Wat is dit? Heeft deze nou... Is dit al een kaars die uit twee delen bestaat? De onderkant is wit. Nee, is dit dan? Dat is niet. Althans, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het gelukje is met deze kaars dat het allemaal een beetje dezelfde soort kleuren zijn. Wit en soort van off-white en bruin. Dus in dit geval kan ik gewoon alle kleuren met elkaar mixen en krijg ik niet een of andere rare poepkleur of zo. Oh kijk, ik heb hem. Yes! Yay! Sorry trouwens dat mijn haar de laatste tijd iets minder on fleek zit in video's. Bij mij ook. Ik heb vaak een staart in ook. Daarom. Ja, ik heb zeg maar... En niet zo heel veel zin om het te krullen, alhoewel dat wel mooi is. Maar het is ook weer heel lang geworden. En eerlijk gezegd al, ik moet echt naar de kapper. Ja, sinds dat ik op vakantie ben geweest is het echt nog lichter en geler dus geworden. Ja. En heel droog. Dus we zitten echt gewoon te trappen om weer een nieuwe kappersafspraak te maken. Ja. Ik zit nog een beetje te dubben over wat ik wil. Maar ik zit te denken om weer helemaal terug naar bruin te gaan. En ik zit eigenlijk te denken dat ik toch wel weer licht wil. Want ik vind lichte haar toch wat zachter staan. Nu is het echt gewoon heel erg uitgegroeid. Heel donker bovenop. Dus dit klopt allemaal niet meer. En ja... Maar ik denk niet dat ik weer zo licht wil als dit, maar wel lichter. Maar ik ben dan bang dat het oranje wordt. Ja, laat eens even weten wat jij misschien denkt dat we met ons haar zouden moeten doen. Maar ja, ik wil gewoon niet te veel hitte erop doen. Eigenlijk wil ik gewoon wakker worden en het zit meteen supergoed. Nou, we hebben hier dus een kommetje staan. Dus ik denk dat we dit allemaal moeten gaan smelten. En dat we dan de lontjes die er nog in zitten eruit kunnen pikken. Nou, laatst hebben wij de 100k eindelijk gehaald op YouTube. En daar waren we echt super blij en dankbaar om. En eigenlijk hebben we het helemaal niet echt gevierd met jullie. En misschien vraag je je af van, gaat er nog komen? Maar of, blijft er weer of is het gewoon zo van, oh, het is gebeurd, thanks. Oh. Thanks, zo. Nee, zo gaat het echt niet. Maar weet je wat het was? Het moment dat we het ontdekten, dat we ineens 100k hadden. Toen waren we en niet bij elkaar. We hadden net gesport en we zaten thuis een beetje te facetimen met elkaar. En het was gewoon ineens zo ver. En kort daarna ging je op vakantie. Het was gewoon een hele drukke periode zo. Dat weet ik nog wel. Ik weet in ieder geval dat we er niet aan toe kwamen om iets te bedenken. Want we waren echt helemaal niet voorbereid.
om iets te vieren. Maar dat willen we echt nog wel heel graag doen. We willen wel iets terug doen om jullie te bedanken. We zijn er alleen nog niet over uit hoe en wat. Ja, wat leuk is en wat nou het meest geschikt is om te doen. Dus ja. Dus het komt nog. Dus ja. Hou ons even in de gaten. We hebben wel nog een beetje gefilmd op het moment dat we 100k hadden gehaald. Ja. Terwijl wij deze dingen gaan afwassen, dan gaan wij die beelden even aan jullie laten zien. Hi allemaal, dit is eventjes een hele spontane vlog. Want Larissa en ik schrokken ons een klein beetje kapot. Want we hebben ineens bijna 100.000 subscribers. Het is echt gewoon, het gaat vandaag zo hard dat we bijna het niet kunnen geloven en zoiets hebben van, klopt dit wel? Ik zit met Larissa te facetimen. En ik zie de teller nu veranderen. Dus dat betekent dat we nog maar 7 subscribers nodig hebben voor de 100.000. En je vraagt je misschien af, wat heb ik op dit moment aan? Maar Larissa en ik hebben net even gesport. Oh, nog maar 5. We hebben net gesport, dus we zijn nu net naar huis gegaan om even lekker te douchen. Dus vandaar dat we nu niet bij dit magische moment bij elkaar zijn. Maar ik denk dat vandaag echt de dag wordt dat we hem hebben. Dit is echt raar, gewoon. Want het was al zo lang, zeg maar, een droom en een goal om te halen. En het lag eigenlijk nog heel erg, altijd toch wel dichtbij, maar toch heel ver weg. Kijk, ik heb eigenlijk iemand van buiten, ik weet niet hoe het voor jou zit. Valt wel mee of zo. Okay, straks blijft hij haken, tot met vanavond. Ja, papier! Oh my god! Oh, nog één! Holy shit, dit is gek! We zijn er al bijna! Hallo? Echt? Oh my god! Oh shit, een digitale high five dan maar. Wow. Officieel, we zitten er zelfs overheen. Wauw, ik had niet gedacht dat ze hem al zouden halen in augustus. 24 augustus is de dag, Liz. Nee! Maakt niet uit, we hebben hem nog. Nou jongens, het is dus zover. 100.000. Ik ben een soort van met Larissa en ik vind het heel erg leuk. Ik ben er wel heel erg trots op. We hebben hier zo lang naar gewerkt, dus we willen jullie allemaal bedanken voor het abonneren op ons YouTube kanaal en alle support. We lezen altijd eigenlijk al jullie comments en zien zoveel lieve woorden er altijd tussen staan. En we doen altijd ons best om jullie blij te maken. En dan natuurlijk was het voor de 100.000 was het ook al helemaal dat we er trots op waren. Maar 100.000 is gewoon zo'n lekker rond getal. Wacht eens even. Wat krijgen we nou? Nee. Hij zit op de 9. Nee. Oh, we zijn weer terug. Yeah. En waarom wij dus de 100.000 ook zo'n mooi getal vinden op YouTube is omdat we dan... Nou ja, is het een award? We kunnen het wel een award noemen, denk ik, toch? Ja, het is een award. Dan krijg je zeg maar een zilveren playbutton. En we zitten nu al zo lang op YouTube. Het is een soort van extra trots die we dan aan de muur kunnen hangen. We moeten nog even kijken bij wie die dan gaat hangen. Maar we krijgen gewoon een zilveren playbutton. Dat is toch super cool? Is dat super cool, Liz? Ja, ik ben echt zo heel erg blij. Dat wil je echt niet weten. Het is wel jammer dat we er dan op het moment dat het gebeurt er niet uitzien. En we gezweet hebben en net gesport hebben. Dat maakt ook niet zoveel uit. Nee, ik ben echt heel blij en heel trots op ons gewoon. Echt super happy hiermee. Dat is echt geweldig. Even kijken, een van de glaasjes pakken. Rood, dat is een blauw. Ja, en op de achtergrond heb ik even een lijmpistool in het stopcontact gestoken. Want dan gaan we met een klein doortje lijm hierop aanbrengen. En dan... Dat wordt wel lastig, want ik kan niet bij met mijn hand. Dus misschien kunnen we eerst even een andere nemen. Deze. Ja, dus dan kunnen we hem zo erin duwen. Het lontje erin doen. Meteen het lontje erin doen. Dan kan je hem ook meteen... Ja, misschien wel. How smart of you. Oh, kijk. Dan kan je hem ook gewoon zo hierin doen. Okay, het is alweer lang geleden dat we een do-it-yourself online hebben gezet, hè? Nou, er werd nog een vraag gesteld. Wat staat er bovenaan jullie bucketlist? Nou, ik moet zeggen dat onze bucketlist echt nog vol staat met dingen, denk ik. Allemaal leuke dingen, ja. Maar wat staat er nou echt bovenaan? Ik weet niet. Ik wil dingen niet per se in een volgorde doen. Nee, ja, ja. Het is meer zo van, dit komt in één keer op je pad of dit kan je nu gaan uitvoeren of zo. Maar er staan heel veel dingen gewoon bovenaan. Alles is wel leuk om te doen. Ja, maar eentje die toch wel echt bovenaan staat is denk ik een, nog steeds, volgens mij best wel vaak gezegd, een vrije val. Sinds kort staat er ook op
een husky ride. Ik wist dat je dat zou gaan zeggen. Dat lijkt me echt heel cool. Ik ga heel even kijken of de lijmpistool al warm genoeg is. Zo ja, doe ik er meteen eventjes een dotje op. En over bucketlist gesproken. We hebben natuurlijk de summer goals gedaan afgelopen zomer. En ik vond het echt super leuk. We hebben echt alles opgepropt in één maand. En we hebben daardoor echt super leuke dingen gedaan. We hebben onszelf echt een beetje gepusht om te zoeken naar... echt dingen die we heel tof vonden en het dan ook daadwerkelijk te doen. Hebben jullie gevraagd, vonden jullie het nou leuk? Moeten we ermee doorgaan? En jullie vroegen ook aan ons van, gaan jullie nog mee door? En we willen er wel heel erg graag mee doorgaan. We zaten wel een beetje te denken van, is Autumn Goals leuk, ja of nee? En ik had in mijn hoofd dat ik er wel een paar had. Maar we hebben er toch voor gekozen om er waarschijnlijk dan Winter Goals van te maken. Ik zeg nu waarschijnlijk omdat ik het nog niet echt goed heb overlegd of zo. Ja, heel erg een soort van rust en kijken hoe we het gaan aanpakken en dergelijke. Ik heb al wel een paar dingen op het lijstje gezet die echt 100% zeker in een Winter Goals kunnen. Dus dan is het ook meteen wel leuk, want dan moeten we het echt redden voor het einde van het jaar. Dus dan heb je ook een goede eindstreep. Ik weet niet, ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Want je hebt gewoon zo vaak altijd dat je in je hoofd hebt van, oh, dat wil ik echt een keertje gaan doen. En 9 van de 10 keer doe ik het dan gewoon niet. Gewoon, weet je wel, een jaar later kan ik dan nog steeds denken, ik wil dat een keertje gaan doen. Maar hoe vervelend is het eigenlijk om alleen te denken, ik ga het een keertje doen. Precies. Ik ben echt best wel de queen in uitstellen en zo. Het is net niet goed gegaan, mijn lijm is te snel gedroogd. Dus ik wil het even nog een keer proberen. Oh. Oké, volgende 2, wacht. Ik ga nu snel... Zit hij in het midden? Ja, doe maar gewoon. Dit is het kaarsvet. Het lijkt echt op een pan met olie met allemaal restjes lumpia erin die aangebrand zijn. Ja, laten we even eerlijk zijn. Je kan nu een kleurtje toevoegen, je kan een geurtje toevoegen. Je zou in principe die ranzige zwarte stukjes eruit kunnen filteren, maar we're lazy. Zo, we zijn niet lui, we zijn minimalistisch en we willen er niks mee doen. Ja. Mocht je dit thuis ook gaan doen, pas alsjeblieft op als je te jong bent. Vraag ook even je vader en moeder om hulp, want het is heel erg heet spul. Het is eigenlijk gewoon... allemaal vet wat we nu al erin gaan schenken. Dus pas alsjeblieft op. Ja, ik weet nog niet hoe dit gaat. We hadden ook geen pan met een tuitje. Dus ik denk heel snel, hè? Hoeveel heb je nog over? Oh, niet heel veel. Nee. Maar geen nood voor Tara's kaars. Of geen nood, of ja, hoe noem je dat? Want ik heb hier ook allemaal van dit soort kaarsen. Ja, vaccinelichtjes heb ik allemaal. En ik heb er echt extreem veel. Hier heb ik er nog meer. Dus ik had iets van, stel je hebt er ook heel veel liggen waar je dus eigenlijk niks mee doet, zoals in mijn geval. Gebruik dit ook gewoon om je eigen kaarsvet en dus een nieuwe kaars mee te maken. Dus wat we nu voor deze kunnen gaan doen is gewoon dit allemaal omsmelten. En dan beginnen we eigenlijk gewoon weer met hetzelfde. En dan kunnen we dat schenken. Volgende vraag is, hoeveel piercings en oorbellen willen jullie nog? Ik zal als eerste maar even vertellen over hoe het met deze piercing gaat. Ik ben echt gewoon flabbergasted over hoe goed de heling gaat. Het is echt niet normaal. Ik heb dus een tragus laten zetten. Een tragus piercing laten zetten. Als je die gemist hebt, dan zal ik de video wel in het i'tje zetten. Dat was een summer goal. En het zetten deed echt veel meer pijn dan de helix, vond ik. Maar het hele daarvan gaat echt 20 keer zo goed. Want als je slaapt met die helix, voelde ik hem altijd, omdat het misschien je oor plat drukt en dan voel je hem echt een beetje zitten en dat heeft pijn. En ik voelde de tragus al meteen niet. Ik weet je wel, eerst een beetje kloppen of zo, maar na 3 dagen was het wel weg. Ja, het is zeg maar zelfs hoe positief Tara over de heling is, dat ik iets heb van, oh, misschien durf ik het dan toch wel aan. Maar nou, ik ben echt, echt positief verrast. Ik heb echt helemaal geen last. Ik heb geen bultjes, ik heb geen pijn, ik heb geen... Ik bedoel, het begin was wel een beetje dat vocht uitkomt en een beetje bloed en zo, en dat hoort wel. Maar voor de rest, ik heb nog even een check-up gedaan en ze zei, het ziet er gewoon super goed uit. Ja, ik ben ook helemaal dat ik denk, nou, ik ben klaar voor een nieuwe. Ik heb nog wel een beetje in mijn hoofd dat ik denk, of hier, forward helix. Maar eigenlijk is mijn oor ontzettend uit balans, want hier heb ik nu allemaal oorbellen en hier heb ik er 1. Dus eigenlijk is mijn volgende stap nieuwe oorgaatjes. Gewoon in je oorlel. Ja, gewoon laten schieten. Piercing, nee, nog niet helemaal zeker over of ik dat nog... Of ik dat wil. Oorgaatjes ook niet. Oh nee, dat ging allebei niet zo soepel. Nee. Of nou ja, allebei. Je hebt de piercing nooit geprobeerd. Ik heb natuurlijk nooit piercing geprobeerd. Alleen mijn oorgaatjes. De laatste keer toen ik mijn oorgaatjes had laten doen, hebben we ook gefilmd. Was bij Claire's. En die hebben ook heel lang nog steeds ontstoken. Of ze waren steeds heel lang nog ontstoken. En nu heb ik er ringetjes in. En dat is eigenlijk het enige wat lukt. En ik wilde ook alleen maar zilver indragen. Maar sinds ik een ringetje heb, is die eigenlijk genezen. En heb ik er een staafje in. Gewoon een normaal oorbelletje. Dan gaat het echt fout. Was scheef geschoten waardoor het achterkantje van mijn oorbel heel erg in mijn velletje eromheen ging zitten. En dat zorgde echt voor echt een hele vieze, durse plek achter mijn oor. Het is echt heel ranzig. Het was geen leuk gezicht. Nee. Ik ben wel even op zoek naar echt een heel klein ringetje.
dingetje. Die echt zo perfect rondom mijn oor past. Dat vind ik echt heel erg mooi. We zijn heel minimalistisch. Je zit echt totaal niet te luisteren. Oh. Ja, ik wil wel dit. Wat trouwens misschien ook leuk is, mocht je daarvan houden. Je kan natuurlijk ook al je kaarsenhouders, kaarsenpotjes nog versieren met allemaal steentjes. Misschien glitters. Kanten eromheen, glitters. Maar eerlijk gezegd, Natalia en ik eigenlijk gewoon heel erg simpel. En houden gewoon een beetje van... Even simpel, dus dat gaan we vandaag ook niet doen. Dat is wel heel erg leuk om te doen, mocht je daar wel van houden. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen als tip. En er werd ons een andere vraag nog gesteld. Een hele simpele vraag, maar wel een belangrijke vraag vond ze. En dat is, hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. Als jullie... Oh, heb ik dat op onze blog gezegd? Ja. Oh. Als jullie onze blog hebben gelezen, dan had ik een tijdje geleden best wel een dipje eigenlijk. Een goede dip. Ik denk wel de meest duidelijke dip in mijn leven. Daar ben ik wel nog weer uitgekomen. En ja, gaat eigenlijk wel goed nu. Voor degene die het echt maar niet hebben gelezen, wat was het voor dip dan? Ik kon eigenlijk niet heel goed mijn vinger erop leggen waarom ik me zo voelde. Maar het was echt gewoon, ik ben dagen niet het huis uit geweest. En dan, ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gelegen en series gekeken en helemaal niks gedaan. Ja, ik had eigenlijk gewoon echt nergens echt zin in. Als ik nu zeg maar erop terugkijk, denk ik wel dat er wat triggers waren die het zeg maar hebben getriggerd. Om het zo maar te noemen. Negatieve reacties die ik toch wat heftiger aantrok dan ik had gedacht dat het me zou doen. Maar het gaat nu goed, gelukkig. Dus ik ben er wel uitgekomen en is dat heel erg fijn. Alleen het is wel serieus de eerste keer geweest dat ik echt ervan schrok van goh, hey... Ik heb me nog nooit zeg maar zo down gevoeld. Ja. Ja, dat is wel schrikken. Dan kan ik meteen even verder gaan. Ja, met mij gaat het goed trouwens. ik kan er niet heel diep op ingaan. Het gaat eigenlijk gewoon goed. Maar ik moet wel meteen denken aan een andere vraag. En dat was, als je je dus een beetje somber voelt. Niet zoals je je voelt. Die werd ook gesteld aan ons. Wat doe je dan om daar uit te komen? Ik ben uiteindelijk volgens mij... Ja, ik ben naar Houten gegaan, naar mijn moeder. Want ik ging ramen ophalen. En dat was ook iets waar ik al de hele week naar uitkeek. En eigenlijk had ik gewoon toen verteld dat ik me niet lekker voelde. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het ook echt had uitgesproken. Want ik wilde het soort van niet accepteren dat ik me niet happy voelde. Want ik dacht dat het, ja, dat is onzin. Weet je wel, waarom maak je je druk weer om negatieve reacties van andere mensen? Maar toen heb ik het uitgesproken en toen kwam zeg maar alles eruit, letterlijk. En dat hielp wel. En vanaf toen, ja, ging het gewoon weer beter. Dus soort van accepteren dat ik me niet lekker voelde, was het wel dat hielp. En daarover praten. En ik denk dat in heel veel gevallen het ook wel goed is om je niet te erg te laten kisten of zo. En als je zegt, want vaak als je gewoon niet zo lekker voelt, wil je gewoon jezelf opsluiten en niemand zien. Ja. En dan word je weer sad omdat je dus niemand ziet en je voelt je weer eenzaam. Ja, dus dan kom je een beetje. En hoe moeilijk het ook is, want eigenlijk wil je ook niet. Je wil zeg maar wel afspreken met mensen, maar tegelijkertijd wil je niet afspreken met mensen. Dan moet je eigenlijk gewoon de juiste mensen hebben die je wel kan bellen op het moment dat je eigenlijk denkt, ik voel iemand anders niet mee lastigvallen. Maar die persoon kan dat wel. Eigenlijk gewoon je bestie. Yeah. Nou, Larissa die is op dit moment het kaarsvet aan het smelten in de keuken. Dus ik dacht, ik ga heel eventjes terug. En ik was net heel erg kort in mijn antwoord met, het gaat goed. Het is eigenlijk een hele makkelijke manier om het een beetje weg te wimpelen of zo, I guess. Maar eerlijk gezegd gaat het ook best wel goed. Ik moet zeggen dat ik ook in de periode dat Larissa een beetje een dipje had, ik zelf ook een klein beetje in een dipje zat, maar niet zo erg als Larissa. Ik voelde me gewoon niet zo chill. Ik weet ook bijna wel zeker dat ik straks weer een klein beetje in een dipje ga. Want ik heb heel vaak een beetje... Ik ben meestal steady, maar af en toe ga ik dan eventjes downhill. En dan ga ik weer uphill, gewoon een beetje ups en downs. En dat heeft heel vaak, heb ik dat in het najaar. En dat heb ik wel eens eerder genoemd van, ik heb wel eens last van een winterdipje of een najaarsdipje. Maar ik merkte het al op de eerste dag van de herfst en ik maakte echt geen grapje, want het is grijs buiten. Ik ben moe, voel me niet goed, voel me niet blij en heb echt geen zin om met mensen af te spreken. Ik wil de deur niet uit. Ik heb er gewoon geen zin in. Nu zit ik hier kaars te maken. En als ik heel eerlijk ben, dan hadden Larissa en ik laatst dat ze een beetje door de stad aan het fietsen waren. En we fietsten op de Nieuwe Gracht en we zagen daar een heel mooi eigenlijk beeld van de gracht en de bomen en de blaadjes en al die verschillende kleurtjes. En het was lekker warm buiten, het zonnetje scheen, maar nog niet zomers warm, maar wel warm genoeg. En ik had echt even een momentje dat ik dacht, ja, dit is de herfst en ik heb er eigenlijk best wel zin in.
En laatst had ik ook best wel veel zin om een geurkaars te branden of iets dergelijks. Er zijn echt al heel veel dingetjes die ik heel erg leuk vind aan de herfst. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft met de geurkaarsjes. Een beetje gezellig doen. Dus ik ben ook weer niet zo'n zuurpruim als het gaat op het najaar. Maar als het even kan, liever niet. Maar goed, dat wilde ik even zeggen. Ik had toen echt even een momentje dat ik dacht, ja, ik heb eigenlijk wel ergens wel zin in de herfst. Maar voor mij zijn het echt van de herfstdagen met een zonnetje dat het warm is. Die vind ik super chill. En dan de dagen dat het echt heel koud is en grijs en het regent en het waait heel erg hard. Ben ik gewoon niet zo happy, automatisch. Dan kan ik ook best wel chagrijnig zijn. Nu had ik nog een andere vraag gezien en dat was, vinden jullie het niet jammer of zonde dat je niks meer met je hbo-diploma doet? Ja, eigenlijk niet. Wat wij nu doen, dat is YouTube en dat is de blog en dat is social media. Dat is echt hartstikke veel werk, echt een vak apart. En ik doe het samen met mijn beste vriendin en zus. En ik vind het super leuk om te doen. Dus ik heb er echt totaal geen spijt van eigenlijk dat we daar niks mee doen. Want als ik nu moet inbeelden dat ik iets doe met mijn diploma. En ik heb voeding en diëtiek gestudeerd en dan nieuw product management. Dan zou ik waarschijnlijk in een fabriek staan van een merk. En werken aan nieuwe producten. Maar ik zou waarschijnlijk niet die leuke creatieveling zijn die producten bedenkt en mag uitbrengen en zo. En dan zit daar ook weer allemaal voedregeltjes aan bedacht. Als je er maar zoveel suiker in doet. Dus je bent volgens mij en niet helemaal vrij. En ik zie mezelf gewoon niet daar staan of zo. Ik denk niet dat ik dat ooit zou willen doen. Ik ben wel heel erg blij dat ik een hbo-diploma heb. Dus ik heb ook hbo-denkniveau. En ik vond het ook een hele interessante studie. Maar ik denk dat als wij ook zouden stoppen met de blog en YouTube, ja, dat ik misschien nog steeds niet een baan in die richting zou doen. Ben ik je beste vriendin? Larissa komt nu de hoek omschuifelen met de vraag, ben ik je beste vriendin? Ja, tuurlijk. Ik wilde ook eventjes inspringen, want ik heb dan veiligheid gestudeerd. En ik denk, als ik een baan zou hebben, dan zou ik heel graag het liefste, zeg maar, iets met evenementenveiligheid willen doen. Er komen zo ontzettend veel regeltjes en, ja, en dingen bij kijken. Wat natuurlijk heel logisch is, want je moet allemaal veilig zijn. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat je dan op een punt zou komen dat je iets hebt van wow, dit zou echt super vet zijn voor dit feest of dit evenement. Maar het kan niet, want ja, het is totaal niet veilig. En dat zou ik ook wel heel jammer vinden om dat tegen te komen. Ja. Maar alsnog natuurlijk altijd safety first. Maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat je dan toch een beetje die blokkade van creativiteit en veiligheid, dat heel erg samenkomt. Ik denk dat het met heel veel dingen wel is. Want met voeding is het bijvoorbeeld dat je dan zoiets hebt van wow, dit lijkt me echt een super lekker gerecht, dat wil ik uitbrengen. Maar als je het dan in een supermarkt wil laten komen en je wil geld mee verdienen, dan moet je bijvoorbeeld zorgen dat je minder dan zoveel suiker in hebt, zodat je bijvoorbeeld erop kan zetten low sugar. Ja. En dan moet je er weer zoveel vezels in hebben, zodat je kan doen rijk aan vezels, want dat maakt het interessanter. En natuurlijk hoeft het allemaal niet. En er zijn best wel veel regels als het gaat om voeding. Ja, en het is natuurlijk niet dat we nu natuurlijk helemaal geen regels hebben, want dat is natuurlijk ook zo. Ja. Er zijn soms regels wat je wel niet moet vermelden, op welke manier en zo. Dus we hebben dat natuurlijk nu ook, maar ik denk dat we nu wel echt een grote, in ieder geval we kunnen heel veel creativiteit kwijt. We houden natuurlijk altijd aan de regels. I love rules. Ja, echt? Ja. Nee, maar echt? Ja. Hou je echt van regels? Ja, ik hou van dingen volgen. Dat heb ik al laatst verteld. Ja, oh ja. Ik ben heel erg van dingen volgen en ik kan niet zo heel goed nadenken. Maar dit is dus het grote verschil tussen mij en Lees. Ik heb juist zoiets van, ja, dat kan ik misschien niet zeggen, dat is weer verkeerde invloed, maar ik heb zoiets van fuck the rules. Camera viel net uit, dus vandaar dat hij zo abrupt stopte. Maar om er even op terug te komen. Ik ben niet zo'n rebel als dat ik nu klink. Maar ik heb wel gewoon, kijk, als ik een deur zie en erop staat, je mag hier niet naar binnen, dan wil ik naar binnen. Maar dat is er niet. Nee. Maar ook als iemand zegt, dit mag je niet doen, dan wil ik het juist doen. Iemand gaat maar even. Twijfel gevallen is je bij mij. Ja, zie. Wat ik nu even opnieuw ga vertellen, wat ik net zei toen de camera was uitgevallen, is dat ik me heel goed kan herinneren dat vroeger, toen ik een jong klein Taraatje was, toen was ik nog helemaal rein en rein? Nou, je zou eens haar foto's moeten zien van vroeger. Dan is het echt gewoon van scary. Gewoon echt zo'n enge baby, altijd heel boos keek ze. Echt gewoon wauw. Dus rustig. Rein, I don't know, het lijkt eerder als een little devil gewoon. Anyways, toen durfde ik niet zoveel, hield me aan alle regels. Totdat mijn big sis een keer tegen mij zei, ah joh, dat doen we gewoon.
En ik weet niet meer wat het was en Larissa kan zich ook niet herinneren. Was ik het wel, überhaupt? Maar de regel werd verbroken op dat moment. Dat is gewoon voor mij heel erg memorabel geweest. En Larissa ontkent het, kan zich niet herinneren. Maar het was gewoon echt iets heel simpels als we mogen niet buiten het hek komen. En dat jij dan gewoon alsnog buiten het hek ging. En dat ik zei, hé, maar dat mag niet. En dat we het dan toch deden. Zoiets. Dus, wie weet, we zouden het even moeten Miss navragen. Angel over hier, dat valt ook allemaal wel weer mee. Maar het betekent ook niet dat ik een of andere rebel ben. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, regels zijn goed. Maar niet altijd. Als het om make-up gaat of zo, heb ik ook zoiets van, er zijn geen regels. En net zoals met mode is er ook geen regel. Nee, ik weet niet eens meer waar we het over hadden. Wat ik wel weet, is dat we inderdaad nieuw kaarsvet hebben. En dit is volgens mij bijna helemaal wit. Want het zijn echt die mooie kaarsjes die helemaal perfect waren, niet gebrand. Even kijken hoe ver we komen. Het is best wel veel, maar ik weet niet of we er alles kunnen vullen. Maar ik heb gelukkig nog meer vaccinelichtjes die we kunnen gebruiken. Maar wil jij anders nu gieten? Oh nee! Larissa! Oh, no. Hoe deed je dat dan? Oh mijn god! Leg maar neer! Wat moet ik doen dan? Hoezo gaat het niet? Hoezo kan jij het dan wel? Ja, harder denk ik. Maar het morst alsnog hoor. Ja, dat is een goede hoeveelheid. Ik weet niet, heb je genoeg daarvoor? Ja. Want anders kan je die andere doen. Ik ga het doen, ja? Oké, ja. Niet genoeg. Ah. Nu is hij maar al. Helemaal niet. Hij heeft 2 centimeter in plaats van 3 centimeter aan de bovenkant. Vind je dit te weinig? Ja. Oké. Ik heb hier... Weet je wel waarom we te weinig hebben? Omdat je de helft over de tafel heen hebt gegoten. We hebben hier nog 2, of eigenlijk 3. En ik heb ook nog deze. Dus ik stel eigenlijk gewoon voor om gewoon weer precies hetzelfde te gaan doen. Oh, ja. Ik zie nu ineens een vraag en dat is, wanneer ga je een My Boyfriend Does My Makeup video maken? Want je hebt meer dan 100.000 en dat is inderdaad iets wat jij met je vriend zou gaan doen. Ja, ik heb het vergeten dat we dat zouden doen. Ik was het echt totaal niet vergeten, dus dat hij nog niet online is gekomen heeft daar echt niks mee te maken. Maar het is namelijk, ik heb het inderdaad al aangegeven van, hey, hallo, ik heb die 100.000 behaald en dat is wat je hebt beloofd. En toen zei hij, ja, maar ik heb niet gezegd wanneer ik ga opnemen. Dus dat is nog even een discussiepuntje. Maar hij loopt het nu bezig weer terug te krabbelen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga echt mijn best doen om dat zo snel mogelijk op te nemen voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij dit überhaupt gaat doen. Want eigenlijk houdt hij dus helemaal niet van camera's en social media. En als je hem dus op een camera ziet, dan komt er weer een of andere voet in beeld of iets anders vaags. Dus ik heb ook echt zo'n gevoel van, wat voor jongen denken jullie dat mijn vriend is? En ik ben heel erg benieuwd of hij niet heel anders gaat overkomen, omdat hij zich waarschijnlijk heel erg awkward voelt. Ja. Dus dat is het enige wat ik wel heel erg spannend vind. Het is, maar het is altijd zo'n beetje een dingetje als je op camera bent. Ik beloof je dat het echt een hele leuke jongen is. Het staat zeker nog op de plek. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Dus in ieder geval, dat komt eraan. En dan komt er ook nog iets van, ik denk gewoon iets waarbij jullie misschien iets kunnen winnen of iets dergelijks. Als een soort van... Ja. Give back dat we zoiets moeten doen, dus dat komt er allemaal aan. En winter goals waarschijnlijk, maar geen autumn goals. Oké, maar ik moet er dus wat meer vaart in gooien. Zal ik hem in die rode of in die andere doen? Oké, ik doe hem hier. Maar echt in één keer bam. Oké, maar dat vind ik lastig. Oké, komt hij aan. 1, 2. Maar ja, nu heb ik dus weer heel weinig over. Oké, we gaan die aanvullen. Dus dan wordt het wel een mix kleurtje. Wordt waarschijnlijk een soort van hele zachte oranje kleur. Ja, hier voel ik me beter bij. Ja? Ja. Nee, dat is niet echt een hele nieuwe DIY of iets dergelijks. Nee, en ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze straks uitkomen te zien. Want zoals je wel snapt, moet het dus nog even flink harden en opdrogen en dergelijke. Maar ik ga sowieso voor jullie filmen hoe het er straks uitziet als ze echt werken. En ik hoop ook heel erg dat je dat knetterende effect gewoon heel erg goed hoort. Zellig. De perfecte toevoeging aan de herfst en de winter. Ja, want de geurkaars is al chill. En als je dan ook nog dat knisperende haardvuur idee hebt... Hallo, het is nu wat later op de avond en ik ben ondertussen de video aan het editen. En hierachter heb ik de kaars staan, dus die wilde ik eventjes gaan, het lontje gaan afknippen en gaan aansteken en dan kijken hoe die werkt. Zoals je kan zien is het lontje veel te lang, dus ik knip hem wel even een stuk af. Ik denk hier. Even maar aansteken. Eventjes goed in de fik zetten. Kom op! Oké, ik moet hem weer eventjes opnieuw aansteken, zo te zien. Zo, nog een keertje even aansteken, want hij moet nu een beetje
het kaarsvet gaan raken, want dan pas gaat hij echt goed branden. Oké, het lijkt erop alsof hij nu blijft branden. Yay! Ik moet zeggen dat ik nog niet heel erg dat knapperende haardvuur effect hoor. Maar ik ga nog heel eventjes afwachten. Maar ik ben al blij dat hij tenminste brandt. Het eindoordeel is dat ik super blij ben dat de kaars brandt, zoals je kan zien. Maar echt dat geluid wat ik eigenlijk verwachtte te horen, dat mis ik een beetje. Dus dat is in dit geval wat minder aanwezig. Maar ik ben wel heel erg blij dat hij gewoon lekker aan het branden is. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Als je onze vorige video's nog niet hebt gezien, dat was een AliExpress shoplog en een andere video, wat is het? Indonesië vlog. Klik dan eventjes naar de beschrijving op de linkjes, dat was echt een hele rare zin, of op het i'tje hierboven, om die nog eventjes te bekijken. En geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk en gezellig vond om met ons eventjes te kletsen. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je in ieder geval de 100k video Boyfriend Does My Makeup video niet mist. En ja, super bedankt voor het kijken. En als je het op zondag kijkt, een hele fijne zondag gewenst. En kijkt op een andere dag, een hele andere fijne dag gewenst. En zien jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.